Hallo Big Legion en welkom bij een video over het uploadschema en dus de games die dit jaar nog op mijn kanaal komen. Er zijn veel vragen vaak over uh, welke games allemaal nog komen. Ik heb er meerdere video's over gemaakt, maar mensen die ja zoeken blijkbaar niet op mijn kanaal naar uploadschema of iets met games 2014 of weet ik veel wat maar um, als je daar op zoekt, gewoon op mijn kanaalpagina bij dat zoekicoontje. Uh, Dan vind je een video waar ik vertel wat, ja, welke games allemaal in 2014 op mijn kanaal komen. Dus laat maar even fucking duidelijk welke games op mijn kanaal komen, maar... Voor sommige mensen blijkbaar niet. Dan krijg ik nog mensen die uh, gaan vragen: zeg maar, speel Forza Horizon 2. En dan denk ik, die game is nog niet uit. Stop met die achterlijke vragen te stellen aan de ene kant. Ik snap dat je enthousiast bent, misschien voor die game en de serie. Maar dat heeft geen nut om dat te melden, want ik kan het niet spelen. Als ik het kon spelen, deed ik het wel. Um, en go goddank zijn er dan subs uh, die weer antwoorden op zijn ja, comments: zeg maar, van ja, die game is nog niet uit of wat dan ook. Want ik heb persoonlijk gewoon geen eens zin om daarop te antwoorden. Ik denk, bekijk het dan maar. Meestal antwoord ik wel op comments. En ik lees sowieso echt elke comment. Allemaal zie ik allemaal voorbij komen. Net zoals ik weet, elke welke subs allemaal uh, gesubscribed zijn. Dan krijg ik ook van elke sub krijg ik een mailtje. Als hij gesubscribed is. Uh, ze krijgen van nou ja, elke comment ook een melding, zeg maar. Um, dus ik lees ze allemaal wel. Maar niet overal vind ik het nodig om op te antwoorden. Ehm. Um, dus ja, vandaar. Um, dus ben ik blij dat subs dat doen. In dat geval. Um, en ondertussen zit je trouwens naar beeldmateriaal te kijken. Van, uh, ja, het is heel interessant aan de ene kant. Het is gewoon een beetje achtergrond uh, op dit moment. Ik ga zometeen deze game recorden: The Vanishing of Ethan Carter. Um, dit is gewoon één game ook. De game ziet er echt heel goed uit. Je kunt erin rondlopen, zeg maar. En uh, we gaan Detective Black spelen. In deze serie, dus dat is ook heel erg leuk. De uh, game ziet er goed uit, speelt wel leuk volgens mij. Zeg maar gewoon goed. En um, Ja, je moet echt dingen oplossen door, door ze te zien, zeg maar. En dan in volgorde te zetten van hoe het is gebeurd. En van alles en nog wat, dan moet je erachter komen waar uh, Even Carter naartoe is gegaan. Dus het klinkt heel mooi. Uh, ik ben heel benieuwd, de serie ga ik zo opnemen. Alleen die serie komt nog niet online. Uh, maar daarover dus nu meer. Ehm, um, gewoon qua upload schema voor de rest van het jaar nog. En dan weet je wanneer welke series komen. Dan heb ik al die vragen niet meer, hoop ik. En ook niet meer de vraag van ga je die game spelen of ga je die game spelen. Zelfs de vorige keer heb ik verteld, ik ga geen Battlefield Hardline singleplayer spelen. Komt er alsnog in de comments, ga je Battlefield Hardline dan ook niet singleplayer spelen? Dat zeg ik toch in de video, dat ik het niet ga spelen. Hoe duidelijk moet ik het zeggen? Like mij dan, maat uh, Forza Horizon 2. 3 oktober komt hij uit, 4 oktober op mijn kanaal. En dat zal in principe met elke game zo zijn. Het komt een dag na release op mijn kanaal. Uh, puur omdat het verschilt met um, ja, welke tijd hij online komt. Dus deze game wil ik eigenlijk gisteren ook al recorden, omdat hij om 7 uur s avonds uh, uit zou komen. Toen is dus het opeens verplaatst om 12 uur in de nacht. En 12 uur in de nacht was er ook nog niet wat. Dus vandaar dat ik het nou uh, op een ander heb doe. En zo is dat al met meer games, dus vandaar uh, Forza Horizon 2, 3 oktober uit, 4 oktober op mijn kanaal. Uh, daar hou ik ook rekening mee, met allerlei games. We hebben nu dan nog BattleBlock en uh, Counter-Strike GO Overwatch. Wat jullie heel erg leuk vinden trouwens, Overwatch vind ik ook leuk. Zeg maar, ik vind het leuk dat jullie het leuk vinden, laten we het zo zeggen. Het zijn ook altijd wat kortere video's, maar dat is juist wel fijn. Um, dan BattleBlock wordt heel veel opgevolgd door De Ma. zijn dus kleine... Ja, in die puzzel game, zeg maar, met een heel lief roze Pokémon-achtig monster soort van. Um, er komen een paar video's van puur als opvulling. En dan komt Alien Isolation. Dus uh, Counter-Go wordt opgevolgd door Forza Horizon 2. En um, ja, Alien Isolation volgt dus The Mall op en dus BattleBlock Theater. Waar ik ook super veel zin in heb: Alien Isolation is echt een mooie creepy game die elke keer anders is. Je speelt eigenlijk maar tegen één monster. Um, en ja, die handelt zeg maar, dat monster handelt naar hoe wij handelen, zeg maar, als spelers zijn. Vandaar dat het ook geen enkel moment hetzelfde is. De ene keer komt hij wel een keer links uit de luchtschacht. En dan komt hij een keer verderop van boven of zo, of staat hij opeens achter je. En dat is wel heel erg vet in die game. Het is niet een hele lange game um, qua uren gameplay, zeg maar. Maar wel heel erg vet. En wat ik dus ook even doe in deze video, zoals je merkt, is dus even uitleggen uh, wat de game precies is. Nou, Forza Horizon 2 weten jullie normaal gesproken wel. Ik heb een hele Forza Horizon serie gehad, gewoon auto-racen daar. Ik heb de demo gespeeld, speelde er lekker, dus dat is heel mooi. Um, maar Alien Isolation komt dus ook 8 oktober op mijn kanaal, niet 7 oktober, maar 8 oktober. Dan 8 oktober komt Drive Club uit. Ehm. Um, dat is gewoon meer mededeling um, voor iedereen die PlayStation Plus heeft. Want dan komt die uit als PlayStation Plus Edition ook. Dus kun je gratis Drive Club spelen, als je tenminste PlayStation Plus hebt. Kan zijn dat ik er een video van upload, is nog niet zeker. Daar twijfel ik nog over. Um, omdat het niet echt nodig is. Ook niet echt leuk, denk ik, als serie. Uh, en ik denk ook niet persoonlijk dat ik de game heel veel zou speel ik wel dat. Uh, omdat ik voor Horizon 2 heb, zeg maar. Wat uh, toch wel een heel stuk mooier is. Dan 14 oktober komt Evil Within. Is ook nog een twijfelgevalletje. Um, ik weet niet of jullie dat leuk vinden om te kijken. The Evil Within is een scary game. Zit er niet als de beste, tenminste wat ik vond aan de hand van gameplay. Gewoon grafisch dan toch. Um, maar is gewoon heel creepy en smerig meer volgens mij. Wat ik zag, een beetje de, de Saw uh, film. Reeks, zeg maar, hoe je het wil noemen. Uh, Meer ja, op die manier, zeg maar. En gewoon fucking smerig met overal ingewanden en, en ledematen en al dat spul. Uh, en enge momenten, volgens mij, en jumpscares en al dat spul. Ik ben benieuwd of jullie dat willen zien, zeg maar, of niet. Op zich zou ik aan te denken om uh, die game wel te gaan spelen. Maar aan de andere kant hebben we Alien Isolation dus en Forza Horizon 2. Dus qua series overbrug ik het wel naar de andere twee series. Um, en dat wordt namelijk Sunset Overdrive, 31 oktober, dus die komt 1 november op mijn kanaal. Super veel zin in, het is dus echt een soort Dead Rising 3 gemixt met... Uh, Dead Rising 3 vond ik niet al zo goed, dus dat klinkt niet al zo positief. Um, maar een soort Infamous, zeg maar, gemixt met Dead Rising 3 en, en rare wapens, cartoony shit. En je kunt overal rondlopen, rondvliegen, en... en... Nou, je, vlieg je niet per se, maar van die dingen hang je net als Bioshock Infinite, zeg maar, in die rails. Op die manier kun je zeg maar, er overal overheen grinden en het is echt een fucking vette game. Het lijkt me echt een hele leuke game. Daar kijk ik heel erg naar uit. Uh, maar die komt dus 1 november. Dan hebben we Little Big Line 3 komt ergens in november uit. Wanneer is nog niet uh, zeker volgens mij, maar daar wil ik ook nog wel wat van gaan recorden eventueel. Uh, niet als volledige serie, maar ook gewoon als een beetje random dingen. Dan 11 november komt The Crew uit. Daar uh, ga ik ook verder niet veel van recorden, zoals ik ook al vaker heb gezegd. Ook al drie keer volgens mij inmiddels. The um, Crew ga ik alleen uh, af en toe een keer een compilatie maken of een timelapse. Dat heb ik ook geprobeerd in de, uh, de tweede beta. De eerste beta heb ik ook gespeeld, maar de tweede beta wil ik wat meer YouTube dingen doen. Zeg maar. Gewoon oefenen of testen meer. Uh, van of het wel leuk is of niet om naar te kijken. En nou ja, zo doen we ook, dus besloten om daar puur compilatie van te gaan maken. En, um, En voor de rest hebben we een timelapse van helemaal onderin Miami, naar Seattle, linksbovenin of zo, ik noem maar wat. Zoiets als dat. Uh, kan wel leuk zijn om naar te kijken met muziekje eronder. En dat is dan een beetje de crew, voor de rest vrij weinig. Uh, maar op 11 november komt ook Halo The Master Chief Collection uit. Wat inhoudt dat we een hele, maar dan ook echt een. Hele lange serie hebben. Want de hele Master Chief Collection is Halo 1, 2, 3 en 4. Uh, 1 was al geremasterd. Halo 2 is geremasterd puur voor de Master Chief Collection. Halo 3 is gewoon zichzelf, volgens mij. En Halo 4 is gewoon zichzelf. Uh, die zijn niet geremasterd, zeg maar. Um, en ik heb alleen Halo 3 op de Xbox 360 gespeeld. Ik ben fucking fanboy eigenlijk van Master Chief en shit. Echt. Ik vind dat het mooiste game character van, van alle game characters in de hele wereld, zoals Master Chief mijn favoriet. Gewoon de hele setting van Halo en alles is echt gewoon. Eigenlijk mijn favoriete game qua dat. Heel veel men mij van wat vind je favoriete game? Ja, ik heb niet echt een favoriete game. Heb ik ook niet. Uh, maar Halo zit zeker wel in het rijtje met favoriete game. Gewoon qua alles eigenlijk. Genre, gameplay, character, story, alles. En grafisch ook wel op zich. Uh, vooral voor die tijd dan toch. Zag er allemaal heel goed uit, altijd wel Halo. Um, dus Halo The Mouse Chief Collection, die komt dus om 11 november uit. Nou, 12 november wil ik dan beginnen met Halo 1 dus. Als Halo 1 is afgelopen, gaan we gelijk door met Halo 2. Als Halo 2 is afgelopen, gaan we gelijk door met Halo 3. En als Halo 3 is afgelopen, gelijk door met Halo 4. Dat brengt ons, ga ik vanuit... Want Halo games zijn best wel lang ook normaal, uh, brengt ons ook gewoon in 2015. Wat heel goed is, want de eerste game die in 2015 uitkomt is GTA 5 voor de PC dan toch, uh, 28 januari. Ga ik misschien wat meer recorden, zo met Ethan en Lennart, omdat die de game halen. Voor de rest ga ik vrijwel van GTA 5 nog uh, recorden. Um, en daarna gebeurt er was, pas wat in februari qua games, in 2015 dan toch. Dus Halo wordt echt een overbruggingsserie tot volgend jaar. Um, wat heel goed is. Want ondertussen hebben we alleen nog Far Cry 4. Uh, wat 18 november uitkomt. Dus 19 november, de eerste part van Far Cry 4. Ga ik gewoon play doen. En misschien een keer een co-op ding. Zeg maar met Yves en Lennart en et cetera. Um, dat ik een, een compilatievideo maak ook. Maar geen complete co-op serie. Dat kan ook niet trouwens. Um, het enige wat co-op kan in Far Cry 4. Is... Um, ja, gewoon een beetje free roam rondkutten eigenlijk. Da da dat is het enige. En je kunt een paar towers, zo uh, maar outpost liberaten. Dat is het wat je koop kunt doen. Voor de rest valt het wel mee. Um, het is natuurlijk super vet om free roam rond te kutten in de Himalaya's en eigenlijk. Met olifanten vliegtuigjes en helikopters en shit. Dus dat is perfect voor co-op. Uh, maar niet echt als serie of zo. En ik kijk heel erg uit naar de singleplay serie van Varker 4. En ik denk jullie ook wel heel erg, aangezien Fakker 3 uh, van vorig jaar, of het jaar daarvoor. Nee, vorig jaar volgens mij 2013. Ik weet nog niet eens meer waarvan de Vakker 3 uitkwam. Um, maar dat was echt de meest bekeken serie op mijn kanaal. Uh, gewoon qua totaal aantal views en ook qua parts trouwens. Dat was een hele lange serie. Um, dus ik hoop dat het deze keer bij Fakker 4 ook zo wordt. Dat zou heel erg mooi zijn. Uh, maar die komt dus 19 november uh, op mijn kanaal. Nou, dan hebben we nog Project Cars, maar dat is puur voor mijn eigen ding zomaar dat erbij staat. Met Max dus moet ooit nog een keer uitkomen. Fortnite nog, HNZ1, maar dat, daar heb ik eigenlijk geen zin meer in. Dat dus vergeet ik al helemaal, maar ik zei HNZ1. Kingdom Hearts 3 komt nog een keer uit, maar dat zal ook wel 2015 worden. Nou, World of Speed is dan de uh, free-to-play versie soort van. Van Project Cars. En um, Killing Floor 2 komt nog uit. Daar kijken we nog wel naar uit. Killing Floor was altijd wel een leuk game. En dat is het voor 2014. Dus we hebben Forza Horizon 2. 4 uh, oktober. Alien Isolation 8 oktober. Uh, the Evil Within, al eventueel Als jullie dat willen zien. 15 oktober. Sunset Overdrive 1 november. Uh, Halo The Master Chief Collection. 12 november. En Far Cry 4 19 november. En de Crew komt dan 11 november nog uit. En uh, Little bit Planet dan ergens in november. En Drive Club dus op 8 uh, oktober. Dat is weer andersom. Qua chronologische volgorde, maar dat maakt het niet uit. Maar dan weet je puur we daar release dates van. En um, ja, dat is het wel zo'n beetje. En dan hebben we dus nog The Vanishing of Ethan Carter. Um, daar komt gewoon puur veel serie qua dat. Ik denk dat Cry 4, aangezien Cry 3 dus ook er heel erg lang was, ook ons naar 2015 helpt. Dus ik denk uh, dat The Vanishing of Ethan Carter um, na Alien Isolation of Forza Horizon 2 komt. Aangezien we dan alleen sinds dat Overdrive hebben. En ik wil sowieso een minimaal twee series op mijn kanaal tegelijkertijd. Uh, sommige mensen kijken beide series omdat ze beide leuk vinden. Andere mensen kijken geen series omdat ze beide niet leuk vinden. Of maar één serie puur omdat ze het leuk vinden. Kijk dus. Het is voor mij ook handiger om het sowieso te verdelen over twee series. Um, normaal gesproken was Batman ook nog uitgekomen en was Evolve nog uitgekomen en wel meer games er maar me waren uitgekomen in die tijd. Uh, ik weet dat Assassin's Creed Unity komt ook uit, uh, Call of Duty ook, maar die ga ik niet spelen. Die heb ik ook niet genoemd. Ga ik ook gewoon niet spelen. Ik heb geen zin in Assassin's Creed om te spelen. Had ik om eerlijk te zijn al bij Assassin's Creed 4 niet. Uh, ook gewoon een serie niet. Call of Duty kan echt gewoon ticketering krijgen en uh, Battlefield ook, maar dat komt pas volgend jaar en die is uitgesteld. Uh, maar daar heb ik gewoon nog geen zin in om te spelen. Dus, en die koop ik ook niet. Um, dus dat, dat duidelijk is, zeg maar. Die speel ik gewoon niet. En ja, dat is dus de lijst van 2014 en The Vanishing of the Carter Card ga ik dus nu al recorden, maar die komt waarschijnlijk dus eind oktober. Um, dan zal de Final of Even Card komen. Dus dan weten jullie wanneer deze game ook komt. Uh, hij is vandaag, nou eigenlijk gisteren uitgekomen, dus vannacht beter gezegd, uh, is hij uitgekomen. Lijkt me een superleuke game. Ik hoop dat hij jullie ook heel erg leuk lijkt. Uh, aan de hand van wat ik jullie heb verteld. En ik hoop dat alles een beetje duidelijk is. Ik hoop dat jullie de hele video door hebben gezeten. Het is al een lange video, ook dat, uh, met veel gepraat. Maar dat alles fucking duidelijk is uh, wanneer wat komt. En dat mensen niet dezelfde fucking vragen over en over en over stellen. Want dat is echt fucking irritant, ook voor mij natuurlijk. Uh, om de hele tijd hetzelfde antwoord te moeten geven en elke keer dezelfde fucking vraag te moeten zien. Um, dat is gewoon irritant. En daarom vind ik het ook fijn dat sommige subs ermee helpen. door gewoon even te antwoorden op andermans vragen en eigenlijk. Dus dat. Uh... Daarvoor mijn dank. En dan uh, zie ik jullie weer bij een uh, andere video en een andere serie. Later.